Hermans, eerste paal. En Poupon, en die zit erin. De Graafschap op 1-0. Men kocht deze week met Raidel Poupon van Sparta minimaal 10 doelpunten. Zo werd gezegd. Dus was het een goede investering. 1/10 daarvan heeft hij. Alicic moet daar verdedigen. Begint bij de perfecte paas op Nalbandoglu. Die dan binnendoor kan uithalen. De Graafschap 2-0. Met nog een half uur. Dat lijkt een veilige marge. Wat Excelsior aanvallend wil. Jungsleger, Poupon. De Graafschap wil de marge graag wat uitbreiden. En dat is nu ook gebeurd. Het is 3-0. Het doelpunt is van invaller Steve Ridder. Dat is zijn eerste in de Eredivisie. 3-0 de Graafschap. En het is toch een behoorlijk pak slaag voor Excelsior. Als je op dit niveau speelt tegen het team dat afgelopen jaar ook...